Ja, Hulbrak. Ja, we hebben gisteren hebben we eigenlijk voor de eerste keer volledig geschaat. Die echte fanaten die waren donderdagmiddag waren die al leeg. Maar vanaf gisteren is eigenlijk storm gelopen. Het enige wat ik jammer vind, is dat er weinig kenjers zien. Dat vind ik wel jammer. Het is dus altijd dezelfde die komen terug met schaatsen. Dus weinig vernieuwing bij de kinderen. Dat vind ik wel jammer. Wie zou dat kennen dat er nog weinig kinderen komen? Nou, drukke activiteiten natuurlijk. Ja, het kampseizoen is natuurlijk ook wel begonnen. Er is ook weer van alles van te doen. Ja, we hebben geen ijs gehad, hè? Dus kinderen kunnen niet meer schaatsen helaas. Dus het wordt tijd dat ze dat gaan leren. Misschien iets om een schaatsclub op te richten voor de kinderen in de winterperiode? Ja, we hebben hier de stichting nou om dit te beheren en schoon te maken en ijsvrij te houden. Maar het zou leuk zijn als de markt in Reuvel weer een baantje kwam, zoals er wat ijs ligt. Dat ze wat makkelijker wat ijs op kunnen, die kinderen. Of bij school in Reuvel of Offenbeck, dat zou leuk zijn. Of natuurlijk wie vroeger bij de Schans, de sport had de Schans. Dat deed de brand weer altijd de plaats onder spuiten. En dat is heel simpel, want die kolken die liggen nog wel leger. Dus dat water kan daar fijn blijven staan. Nou, dat is perfecte ijs voor de kinderen. Nou ja, schiet nog klimaatverwarming, echt strenge winters hebben we er meer, hè? Nou, we hebben toch, dat klopt, maar we hebben toch, vorig jaar hebben we op ene plaats hebben we nog één dag geschaatst. En hier is gewoon het vuur, dat is niet diep, en nou een paar nachten vroost, en dan kan ze erop schaatsen. Ja. Maar als de parkeerplaats onder ons lopen in het voetbalseizoen, dan gaat dat natuurlijk ook lastig om door de mensen te laten parkeren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar dat is altijd een oplossing te vinden, want daarna wil ik ook nog een klein parkeertrein. Dus, Maar het is schitterend hier, dus komt allen naar de Meerlebroek, Sint-Albertusdijk. En tot en met woensdag denken wij dat er geschaatst kan worden. Absoluut. En het is ondiep en veilig, dus je bent alle welkom. Want hoe dik is het ijs op dit moment? 6 centimeter denk ik, hè? Ja. En de kanten die stil. Ik heb vanmorgen, toen kwam ik hier aan om 9:30, toen heb ik middag geboren, dat was 6 centimeter. En de centimeter die komen ten opzichte van gisteren. Maar met dit weer ga je natuurlijk ook duurt wat. Dus het liefst denk ik op 6 centimeter steken. Het blijft komende week een beetje kaat. Er zal natuurlijk ook nog wel gaat ISB groeien, maar niet heel veel. Wedstrijdwaardig ook niet, begint niet te kriebelen? Ja, het begint zeker te kriebelen, maar het zou prachtig zijn voor de eerste keer hier de wedstrijd te haaien. Maar dat IJs moet toch echt 8 à 9 centimeter zien. Kijk, want als we een berichtje naar Boede sturen, ik denk dat die, de wedstrijd niet wat die gewonnen is. Dus, Wordt het heel druk en gezellig. En als je hier 60, 80 man bij elkaar zet, dan gaat het wel wat een beetje kraken, denken wij. Dus dat, moet iets veiliger zijn. Maar het komt zeker een keer. En alles, maar alles ligt klaar. Dus we kunnen zo starten. Dus, ja. Begint hij nu ongeveer ook ineens heel hoop te kraken als er immers langs van wie gaat. Verwacht je nog komende maanden nog meer hier te kunnen schaatsen? Bijvoorbeeld februari of maart, dat is nog goed begint te vreren. Nou, ik kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken, maar als het nu gaat duur, ja. Kijk in het water, dat heeft natuurlijk dan de juiste temperatuur. Dan hoeven we maar 1,5 of 2 nachten te vreren en dan kunnen we wel schaatsen. Dus ik denk het wel. U zei net al, tot op woensdag zou het schaatsweer blijven hier? Ja, tot woensdag ziet er goed uit. S'nachts vriest het goed en overdag is het een graad of 4. Dus heel droog de lucht, dus het doet niet heel erg hard op het ijs. En dat is gewoon mooi, er zitten geen scheuren en prima. Dus we verwachten wel tot we woensdag te kunnen schaatsen. Misschien woensdagmiddag de scholen moeten jullie even langs gaan dat we die activeren. Ja, misschien even met de school even een uitje vragen om met z'n allen hier te schaatsen. Nee, zullen ze eens bellen of ze ijsvrij willen geven, dat zou mooi zijn.